Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 6 oktober. Dan gaan we nu praten over de bevers. Het gaat goed met de bever. Je ziet ze steeds vaker en overal opduiken. Goed voor die dieren natuurlijk, maar veel minder goed voor de infrastructuur van Nederland. De bevers die kunnen nogal wat problemen veroorzaken vanwege hun graafwerkzaamheden. Daarom is er een nieuw kenniscentrum opgericht over die bever. En Else Polman is van de Zoogdiervereniging een initiatiefnemer van dat kenniscentrum Bever. Mevrouw Polman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nodig, dat kenniscentrum? Nou, het gaat inderdaad hartstikke goed met de bever en dat is goed nieuws. De bever zorgt zeker ook voor heel veel positieve effecten, maar tegelijkertijd ook voor een aantal uitdagingen. En we zien dat op steeds meer plekken organisaties en personen met die bever op enige manier in aanraking komen. Dus dat de behoefte van informatie ook steeds groter wordt. Nou, en daarvoor zien wij in met heel veel organisaties samen met het kenniscentrum Bever. Bedankt voor deze mooie opening en heel fijn dat jullie deze dag willen voorzitten. We hebben vandaag een symposium gehad waar wij begonnen zijn met de speurneuzen. Mark en Hanneke hebben ons verteld op welke manieren we kunnen speuren naar beverholen. Speurhonden, bij A. Maas loopt een proef. Vervolgens heeft Anne-Gret ons meegenomen naar een veel breder perspectief. Heeft ons uitgedaagd om ook naar de bever als medewerker waterkwaliteit te kijken. Zo zeg ik het maar. Maar in het paneldiscussie gaf ze ook aan, kijk ook naar de landen om ons heen. Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Daarna hebben we natuurlijk het feestje gevierd van de opening van de website. U moet begrijpen, dit is het begin. Dit is de basis. En nu kunnen we samen met de organisaties proberen deze website uit te bouwen, zodat het functioneert als een plek om kennis te delen en er ook dingen aan te hangen. Daarna het verhaal van Vilmar, die ons toch wel echt heeft laten zien. Dames en heren, voorspellen is een kunst, maar de beven is veel kunstiger. Vergelijken we deze kaart ook even met wat er voorspeld is in 2025. Dan zie je op de meeste plekken ga je daar overheen. Ten slotte de paneldiscussie. Ja, we hebben er nog geen beleid klaar op. Dus we zijn bezig om daar nu intern aandacht voor te vragen. We zijn hier met 3 pro-redders aanwezig. Dat groeit gestaag. We hebben het deze dag aangekondigd op onze interne website. Zodat iedereen bij ProRail er even op gewezen wordt. En hopelijk krijg ik dan ook meer aandacht van de mensen die bijvoorbeeld gaan over het baanlichaam zelf. Want daar ga ik zelf helemaal niet over. Vilmar gaat ons vertellen over de 3 excursies. 3, graverij in de Spoordijk, bevers in de Stadsgracht en de primaire waterkering. Nou, ook dit is weer een thriller. Vertel even kort wat die 3 inhouden. Ja, de primaire waterkering, dat zal Sjaak Daverveld van het waterschap AMA's iets vertellen over wat daar aan de hand is geweest. U had al even een foto kunnen zien daarover. Nou, de situatie was zo urgent dat het niet kon. En toen kwam de faunabeheerder zelf met de opmerking: pak de machtiging van het waterschap, het is weliswaar voor de kering, maar wij gaan erin mee, dan kun je nu direct handelen. Nou, dat is inderdaad meedenken. Bevers in de Stadsgracht, daar zal mijn collega Wesley Overman het een en ander vertellen. Daar is een gebouw van de gemeente Os, daar zat geen kruipruimte onder, maar die bevers dachten daar anders over. Ja, en dat hol wat hier zat, konden we een beetje inkijken, hij zat echt onder het gebouw. Het gebouw wordt gewoon gebruikt, dus dat was echt een probleem. Dan hebben we nog graverij in de Spoordijk. Op dit moment is daar nog geen bevergraverij. Rustig, Michel. Het treinverkeer tussen Assen en Groningen nog even stil. De reden, een bever. Het beestje had namelijk een gat gegraven onder het spoor. Beverdeskundigen gingen vandaag op zoek naar het dier dat voor problemen zorgt in de buurt van de spoorrails bij Assen. En wij gingen mee op beverjacht. Beverdeskundigen zijn op zoek naar de bever in dit moerasgebiedje naast het spoor. Die bever die heeft hier lopen knagen en die is vervolgens teruggewaggeld naar het water. En dat waggelen dat gaat super onhandig. Hier zie je sporen van de bever. Vervolgens in het water is die weer super mobiel en daar kan die heel goed zwemmen. De bever is niet gezien bij het spoor tussen Groningen en Assen, maar hij heeft daar dus wel duidelijke sporen nagelaten. Het gaat om deze enorme gaten, langs en onder de spoorrails dus.
We zijn echt veel verder gekomen met deze missie. Met het brengen van informatie naar de mensen gaat ons helpen om die kosten te reduceren en om draaglijk voor die bever te hebben.